Ja, we kwamen elkaar tegen in 2012, denk ik, 2012, 13, in Oostenrijk. In de zomervakantie op de gletsjer in Krapoen. Daar komt ook Almelo. Daar kom je ook uit Almelo, en zo gaat dat dan. En dat werd even een geweldig gesprek. En toen opperde meneer Timmerhuis van, eigenlijk moesten ze een keer een bruggetje komen, zodat we een ommetje kunnen maken. Nou, ik zat daar toen ik terugkwam in Almelo als wethouder over te na te denken. En ik hoorde dat er in het Almelo Noord-Hornkanaal bij Reutem en bij Denenkamp, in het kader van de ommetjes, dat daar geld voor beschikbaar was. Ik dacht, nou, als daar op het platteland dat kan, moet dat ook in Almelo kunnen. En toen heb ik met ambtenaar Reinerink hebben we dat uitgezocht. En zo is het initiatief geboren, hebben we het geld bij elkaar gesprokkeld. Inmiddels is dat 3 jaar geleden, toen is er een collegebesluit genomen. En vandaag, op deze mooie zonnige lentedag, zien we dat het bruggetje gerealiseerd is. Dus ik ben heel blij voor al die mensen die hier gebruik van gaan maken. Want daar ben ik van overtuigd dat dat zeker gaat gebeuren. Ja, dit voelt toch heel bijzonder. En wat ik ook bijzonder vind is dat je eigenlijk met een initiatief waarvan je denkt van in een grote gemeente als Almelo zal dat altijd ergens stranden en zal er nooit geld voor zijn om zoiets gerealiseerd te krijgen. Dat toch iemand, in dit geval de wethouder en daarna de ambtenaren, in staat zijn geweest om daar mogelijkheden voor te zoeken. En al heeft het enige tijd geduurd om het toch uiteindelijk te realiseren. En ik vind het resultaat ziet er geweldig uit. Ja. Nou is er ook een particuliere donatie gedaan, hè? Ja, dat was in het kader van de Rood voor Rood regeling. Hoe dat precies werkt, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval zo dat dat ook in feite openbaar geld is. Wat via een particulier ook in deze brug gestopt is. En dat is dan min of meer ook bestemd om dit gebied, het hele mooie gebied, ook meer bereikbaar te maken voor wandelaars, fietsers. En nou, daar mag ook de familie Burgman een pluim voor hebben. Inderdaad. Nou, ik zou zeggen veel wandelgenoegen gewenst hier in deze buurt, hè? Want hier woont u er allebei, hè? Ja, we wonen hier vlak achter. Jij woont een beetje de richting Margraaf en ik hier in de nieuwe wijk Almelo Noordoost. En ik vertoef hier wekelijks vele keren langs het kanaal. Ja. Hardlopend, wandelend, fietsend. Ja. Hartelijk dank, heren. Tot uw dienst. Graag gedaan. Ja, goed zo. Dank u. Meestal goed dus de viering. Ja, maar hier gaat er wel meer in. Hoe zit het? Ja, op 5 euro.